Hey YouTube, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe bierreview hier bij Thomas Opent. Met bier van brouwerij Columbus. Ja, ik weet niet waarom. Ik had eigenlijk zin om eens een keer gewoon een soort van standaard, makkelijk verkrijgbaar bier van Nederlandse bodem te reviewen. Ik merk dat ik af en toe toch wel eens de wat radere bieren, of radere bieren niet, maar ik heb wat van die bieren uit Amerika of Groot-Brittannië of Duitsland of wat dan ook. Wat de bijzondere bieren review en dat ik dan dat ook met de Nederlandse bieren wel eens doe, hè, grotere barrel aged bieren of wat dan ook. En dat ik eigenlijk nooit eens een keer zeg van, joh, wat ligt nou eigenlijk gewoon bijvoorbeeld voor de meeste mensen heel makkelijk te verkrijgen, maar in de wrakken, in de schappen van bijvoorbeeld de supermarkt of de lokale slijter. Nou, Brouwerij het Ei, we kennen het eigenlijk allemaal wel. We hebben er echt allemaal wel meerdere bieren waarschijnlijk van gehad. En Columbus is dan ook een van hun makkelijk verkrijgbare bieren. Volgens mij kun je die ook bij de meeste slijters en sommige supermarkten heel makkelijk krijgen. Nou, Columbus is een volgens Untappd een Belgian Golden Strong Ale. Of Belgian Strong Golden Ale. Biologisch gebrouwen bij het Ei. Daar zijn ze wel gek mee. Biologisch amber. Kruidig en complex. 9% in alcohol. Een biologisch amberkleurig bier met lekker veel hop en alcohol. De grote hoeveelheden mout en bittere hop zorgen voor de complexe volle smaak van de Columbus. Een absoluut zwaargewicht voor de liefhebber. Water, biologische gerstemout, biologische hop en gist. Bier van hoge gisting. Ik zit er te kijken. Ik heb niet het idee. Daar zit wel een zweepje van iets onderin. Dus dat kunnen we straks heel voorzichtig even uitschenken. Zo, die zit goed vast. Zo. Misschien wat verder. Dat hij net heel goed vast zat. Die gaan we dus echt even voorzichtig uitschenken. Dat eerst even na het gistdepot blijft zitten. En dat we dat straks er even bij uitschenken. Dus we laten zeker even een klein stukje over. Dat is dan voor straks bier. Nou ja, het zegt het al, hè? Amberkleurig bier. Ja, no bullshit. Inderdaad. Golden Strong Dark Ale. Met een hele mooie, net niet 100% witte schuimkraag. Heeft een heel mooi licht cremig zweempje erdoor. Amber honingkleurig. Goede carbonatie als ik het zo kan zien. En het bier ziet er gewoon inderdaad als een Belgische amber uit. Als een Belgische Golden Strong Ale. Je kan er wel heel veel omheen willen draaien. Maar ja, het ziet er gewoon goed uit. Ik ben benieuwd wat hij in de geur gaat doen. Ja, je krijgt inderdaad die hele typerende diepe moutige geur. Met ik weet niet of zij een bepaald eigen gist hebben voor dit soort bieren, of dat er een gist ingekocht wordt die door zoveel brouwers gebruikt wordt voor die typerende Belgische gistgeur. Maar inderdaad, het zit erin. Je krijgt een kruidnagel. Je krijgt een zweempje van iets dat een beetje aan banaan moet denken in de verte. Een hint van vanille misschien in de verte, maar voornamelijk inderdaad dat kruidige kruidnagel zit er wel in, dat je in zoveel van die Belgische klassiekers wel eens terugvindt. Bier komt 10 minuten geleden uit de koelkast gehaald, had misschien eigenlijk iets langer, eerder eruit gemoeten, maar het is niet een diep complex bier op het moment. Ik krijg gewoon inderdaad die moutige zoetheid. Ik krijg nog niet iets in de neus dat me echt een bittere toon moet denken van hopper. We hebben wel eens vaker erover gehad hier. Hop heeft natuurlijk geen... bitter heeft niet echt een geur. Maar zoals zo vaak gezegd, we associëren smaken door wat we ruiken. En als we op een gegeven moment bepaalde smaken kennen, dan hebben we daar bepaalde geuren weer aan geassocieerd. Dus ik krijg nog niet echt iets dat me nou heel erg een hoppige bitterheid moet denken. Maar in een bier als dit zijn het ook vaak de bittering hops die gebruikt worden. De nobele hoppen, niet zozeer echt hele bijzondere exotische hoppen die voor heel veel fruitige smaak of dergelijke gaan zorgen. Je hebt inderdaad een granig karakter. Absoluut niet onaardig. Momenteel gewoon inderdaad karamelzoetig. Kruidnagel. Misschien een hele subtiele hint van iets bloemigs. Komt een heel mooi, heel klein fruitig karakter naar voren. We gaan eens even proeven, jongens. Proost!
Moutig, absoluut moutig. Dit is een mout gefocust bier. Je krijgt het lichtgranige, karamelzoet. Ook weer komt het kruidige, de kruidnagel komt mooi naar voren. En inderdaad, achterin de finish komt dat mooie bittere naar voren. Waar je dus inderdaad van die bittering hops, die nobele hoppen die gebruikt worden om een bier gewoon bitterheid mee te geven. Zonder dat het dus hele hoppige smaken, zoals we dat tegenwoordig heel vaak over hebben. Hoppy flavors, zoals dus, we denken aan die American hops, dat soort dingen. Prato, mango, steenvruchten, citrus, dat soort dingen. Het is voornamelijk gewoon dat het een mooie bittere finish krijgt. En dat hoort ook eigenlijk in een Belgian strong ale. Dat hoort ook in een bier gebaseerd op een Belgische klassieker. Je mag zeker een mooie bitterheid krijgen. En een fruitkarakter mag hoor, absoluut. En dat kan ook inderdaad van die hoppen. Ik moet trouwens wel zeggen, het ziet er gewoon echt uit als een mooi bier. Dat zeker. Er zit een... Er zit iets, ik kan het niet helemaal plaatsen, maar iets in een licht, klein, raar bijsmaakje. En ik kan het bijna alleen maar associëren naar iets, ja, en het klinkt heel stom, iets een beetje gallig. Gal. Dat kan te maken hebben misschien iets vanuit de bitterheid van de hop. Wie weet. De associatie die ik heb. Maar het kan ook gewoon een beetje tussen de oren zitten natuurlijk. Het is verder absoluut geen onaardig bier. Het is geen hoogvlieger. Het is niet de heruitvinden van een Belgian Strong Ale. Ja, er zit er nou ook een raar... Het doet me een klein beetje denken aan wat je soms wel eens hebt als je sommige groenten net een tikje te lang kookt. Weet je, dan ik kook ook eigenlijk mijn groenten nooit. Ik eet groenten voornamelijk of rauw in salades of ik wok, ik roerbak, ik stoof. Gewoon groentes in water koken, eigenlijk doe ik dat nooit. Je hoeft maar net even iets te lang niet op te letten en ze worden overkookt, ze worden te gaar en snotterig en je verliest heel veel van de voedingsstoffen. Maar voornamelijk kan je dan bij sommige groenten ook een soort van... raar bittertje krijgen van iets te overgekookte groente. En dat krijg ik een heel klein beetje hier. Ja. En als dat er niet in zat, dan had ik hem denk ik wel een 3,75 kunnen scoren. Zoals hij hier nu staat, denk ik dat ik hem op een 3,5 zou zetten. Ik ga even kijken wat dit doet. Het bier wordt zeker een stukje troebeler, maar dat had ik ook wel verwacht natuurlijk. Kijken of er nu een wat sterker gistaroma naar voren gaat komen. Nou, wat het ook is geweest over dat overkookte groente. Het wordt ietsje sterker nu de rest van de gist er weer in zit. Absoluut geen... Het is niet heel heftig aanwezig trouwens hoor. Het is niet dat je nou moet denken van dit is wat ik ruik als ik broccoli of spruiten 10 minuten heb gekookt en ik doe deksel van de pan. Dat niet. Het is gewoon een hele kleine, subtiele hint. Het zit er alleen in en als het je eenmaal opvalt dan kan het een beetje gaan stoeren. En het is dus niet ondrinkbaar. Het is eigenlijk best een heel aangenaam bier. Alleen dat maakt hem voor mij net... Ja, net dat ik zeg, net niet. Hij had iets hoger kunnen scoren zodat hij niet in zat. Zoals die hier nu staat, 3,5 uit de 5. Voor gewoon inderdaad een... ja, het staat erop, kruidig, niet complex. Ik vind hem niet complex, moet ik zeggen hoor. Kruidig. Mooi bittertje in de finish, daar hou ik me van. Licht karamellige zoetheid. Ja, ik vind het gewoon een aangenaam, goed doordrink. Nou ja, drink hem niet te snel door, met zijn 9%. Maar een mooi doordrinkbaar Belgian Golden Strong Ale. Van Brouwerij Uit. En dat was hem voor deze review eigenlijk wel. Ik kan er niet veel meer over vertellen. Ik zou zeggen, like de video als je hem leuk vond. Vond je hem heel erg leuk? Abonneer je op mijn kanaal. In de omschrijvingsbox onderaan de video vind je links naar mijn Instagram en Untappd Facebook pagina.
En dan vind je bieren die ik niet review wel het een en ander over te zeggen heb. En je vindt een link naar de Dutch Beer Collective, waarin drie, waaronder ik dus, beer reviewers samenkomen. Je vindt links naar al onze social media's, je vindt links naar onze reviews. Alle nieuwste reviews staan onderaan de pagina, mooi bereikt. Je vindt er ook een kleine agenda waar je kan zien wie van ons, Dutch Beer Geek, Beer Geek Holland of ik, bij bepaalde evenementen aanwezig zijn. Als je ons een keer wil aanspreken, als je commentaar hebt, als je zegt, wow, doe je het goed? Of als je denkt, man, jullie weten absoluut niet waar je het over hebt. Kun je ons op die festivaltjes en dergelijke vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!